In het klimaatakkoord is afgesproken dat we in 2030 de uitstoot van broeikasgassen hebben gehalveerd. En dat Nederland in 2050 helemaal draait op duurzame energie. En dat betekent dat de woningen moeten verduurzamen en dat Nederland stap voor stap van het gas af moet. We zijn al verminderd met ons gasverbruik, maar ik wil het liefst helemaal van gas af. Waar moeten we rekening mee houden? Een goed voornemen en dat gaan we voor je uitzoeken. Hi Geoffrey, wat zijn jullie aan het doen? We zijn de gasaansluiting aan het verwijderen. En waar zit die precies? Die zit hier in de kelder verstopt. Oude huizen hebben nog wel eens dat ze niet in de meterkast zitten, maar net onder het maaiveld in de kelder. Wat haal je hier precies weg? Dat is de gasmeter, de drukregelaar, de hoofdkraan en straks ook de aansluitleiding. Waarom is het zo belangrijk dat we van het gas afgaan? Om bij te dragen aan de energietransitie, zodat we minder afhankelijk worden van de fossiele brandstoffen. Kijk eens, zijn we dan nu klaar? We moeten hier nog een klein stukje verwijderen en dan gaan we naar buiten om de rest tot aan de hoofdleiding te verwijderen. Hier halen de jongens de gasleiding van de hoofdleiding af. Ja, wat moet er gebeuren als jullie de gasaansluiting komen verwijderen? Vooraf is het handig dat men al beschikt over een alternatieve verwarmingsbron. Boiler, cv-ketel vervangen voor een elektrische cv-ketel. Elektrische kookplaat, in ieder geval om te zorgen dat je geen gas meer nodig hebt in huis, zodat wij hem veilig kunnen verwijderen. Zoals je hier ziet, we hebben een stukje straatwerk eruit moeten halen om de leiding helemaal veilig te kunnen verwijderen. Ja. Zodat het huis volledig van het gas af is. Wat moet je doen als je de verwijdering van gas wil aanvragen? Je kunt een aanvraag doen via mijnaansluiting.nl. Wij beoordelen de aanvraag, wij bellen u op voor een afspraak en komen de gasaansluiting verwijderen. Nou, laten we even kijken hoe het met Marjolein gaat. Ja, die is zich goed aan het inlezen. Dankjewel, Geoffrey. Graag gedaan. Fijne dag. Ja, hoi.